Een dag later besloot Stefanie samen met haar aanbidder Huub de Borobudur te bezoeken. Ze reden 4 uur lang in de vroege ochtend naar midden Java. Ze hadden een bedjak ingehuurd die veel rupia vroeg voor deze door tropenhitte verziekend hete dagreis. Al zeer vroeg in de ochtend bood de boeddhistische tempel een machtig uitzicht en Stefanie had een onheimlich gevoel toen zij de Borobudur van dichtbij naderden. Het heiligdom had 9 etages en Stefanie en Huub beklommen alle verdiepingen tot zij bovenaan waren. Stefanie stak nu haar hand in een open gat van de stupa en probeerde het beeld daarbinnen aan te raken. Terwijl zij dit deed, bad zij tot God of haar familie lang en in welzijn zou mogen leven. Zij bad voor haar ouders en zij bad voor zichzelf, opdat zij de ware liefde zou vinden. Ineens raakte haar wijsvinger het beeld binnenin de 9e stupa. Zij haalde haar hand terug en keek omhoog naar de lucht. Daar vloog een prachtige oerwoudvogel. Merkwaardigerwijs produceerde het dier vreemde hoge geluiden en verdween achter de reusachtige palmbomen in de verte. Stefanie had het gevoel dat de Borobudur haar goedkeuring gaf. Huub echter slaagde er niet in om het beeld binnenin de stupa aan te raken. Maar hij lachte, want het was een prachtige excursie die zij op eigen houtje met de bedjak hadden ondernomen.